Renault Antwerpen. De auto's van de stad. Ik ben het redelijk pessimistisch. Ik denk dat dit wel eens het einde zou kunnen betekenen van de kordate aanpak van de fraude in de diamantsector zoals we die de laatste 10, 15 jaar hebben gekend. Het zou volgens Timmerman bovendien wel eens kunnen dat Peter van Kalster zijn dossiers nooit meer te zien krijgt. En dat er nu terug kan overgegaan worden tot de orde van de dag, noemt hij wishful thinking. Als je ziet hoe het conflict geëscaleerd is de laatste maanden, is het duidelijk dat de tegenstellingen zo scherp zijn en de spanningen zo hoog zijn opgelopen, dat het inderdaad persoonlijk is geworden. We nu in situaties zijn aanbeland waar het buigen of barsten is. En ofwel zal de ene partij moeten toegeven, ofwel de andere. Maar of procureur-generaal Yves Liégeois daarbij een stap opzij zal zetten, betwijfelt Timmerman ten zeerste.